die witlof niet vergeten voor deze avond. En ja, Adelbertje? Het witlof, papa, en voor vanavond. Het witlof, Adelbert, en voor vanavond, Adelbert. Vergeten af te halen bij de droogjes. Dat is beloofd, ze men. En een groot lotje van de loterij. Ja, ze men. En een lotto voor meneerkes. Ze mensen, kunt u er nou zelf niet voor zorgen? Nee, Paulke. Ah, ze men. Pa, ik ga naar mijn werk naar de cinema. En ja, brak voor mijn pensioen. Wanneer gaat dat niet eens in willen? Zondag, pa. Zondag naar de cinema. Hm? Allee, Chopinke. Zing nog een preludeke. Voordat ik klaar ben. Dat alles is wat je kunt. Bunker. Laten vallen. Bon, alles wat dat kan rotten, verkoopen. Vergeet niet dat het morgen de onbekende soldaat is. Compris? Of pas compris? Si, si. Nog een. Kom, Marcus. Je zult er nog wel eens een krijgen, hè? Oké? Okay? Mag ik dan zeggen naar school? Nee. Als ze het dan vragen? Oh, zaag, je bent. Kom vooruit naar school. Garibaldi Caro! Garibaldino! Zijn jullie al vertrekken, Bonaventuro? Si. Devo partire. Peccato, Bonalito. Stasera. Straks. Schone kermis, hè? En van Lucie weet ik dat Jean-Pierre ook niet moet gaan werken. Ja, ja. Heb je toch ook geen school, papa? Maken ze dan de brug niet op ministerie? Ten eerste, Alice, zijn wij geen school. En ten tweede, zoals hij, er zijn ministeries die werken. Nou, we zullen. Dat zullen dan de uitzonderingen zijn. Mama. Dames, eerst natuurlijk spreekwoordelijk. Okay. En ten tweede malen gegroet op Steller de Besser en eerst aanwezend klerk Fanny. Classificeer de docs. Merci, Jean. Hola! De Besser! Treiteraars allemaal. Die nood als u maar in de scheuren had gegooid? No. Ik heb die open en bloot op het bureau gedeponeerd van meneer Persin. Maar in het bureau was die goed genoeg. Si. Maar meneer de directeur zou ze gelezen hebben. En monsieur Persin, probablement. Bah.
Zeg, en is het gelukt? Ik heb al 6 kroppes zien vallen. Pas op, er komt een linkerbeekse trommelduif. Ja, daar gaan we weer. Ja, directeur. Nee, directeur. Directeur. Maand is een germaan. Mijn lumbago. Dat moest hem overkomen. Dat was niet vriendelijk van meneer Percé. Dat zal vandaag zijn beste dag niet zijn, Bacon. Zuidoog. Barbaar. Jupersie. Ja, vandaag weer al geen bom ontploft. De terroristen zitten nog allemaal aan de Costa del Sol, zeker? Het kan natuurlijk zijn dat ze, godzijdank, allemaal in de bak zitten, hè, Pieteke? Ik loop toch nog altijd op vrije voeten, hè, oma? Ja, zo mee kopstukken, hè, oma? Dat komt omdat wij hem nog niet verraden hebben, Piet. Ik ben u dankbaar, Jean. Dankbaar. Nou, waar is het over? Dag, Carolaan, maasje. Listig, Bacon, listig. Merci, meneer Nierke, merci. De beste van jullie, Loubon. Dat is ook mijn gedacht, merci. Mama had het toch wel kunnen verwittigen, hè? Ik heb er een moment aan gedacht, heerlijk. Het enige slecht punt in het plan. Papa, is goed dat je mij hebt opgevangen, hè? Dat is Bacon. Ik kan wel een uur duren voordat ze erachter komen. Ja, ik hoop. 2 uur. Oh, shit. Allee, ik ga dan maar eens terug naar ons Germaine. Hoe is het met uw toestel, de Pesser? Zeg, u is verrast erover. Uw telefoontoestel, de Pesser. Ah. Zo dood als een pilaar, eigenlijk. Als de heren mij de lijst willen opgeven van de dossiers ter bewerking deze dag... Niet afjagen, hè, jongen? Nog te vroeg op mijn dag, hè, jongen. Dan zal ik me maar een ogenblik bezighouden met de mij interesserende literatuur. Van zijn gazette. Jammer, dat brengt een mens van zijn gestelde toch niet onder zijn ogen, hè? Ik heb geen tuit op mijn telefoon. Hoe zit dat hier? Ga hier ook geen tuiter? Ja, geen tuit. Verrassen over geen tuit. Van de rest erover kan ik dat begraven. Roland, meisje, heb jij een... is daar... Ja, laat maar. Een tweede huwelaak, een tweede kans. Ja, jongen, op uw leeftijd. Ja, maar niet per se, maar ik voel nog altijd die geweldige opdrang in mij voor een tweede possibiliteit. Ik heb geen tijd op mijn telefoon. Er zal mijn tijdbom toch afgegaan zijn op de RTT. Allee, ja, alarmeer Bacon, hè, dat daar iets aan doet. Hè. Bacon! Bacon! Niet zo. Onze gangbode is er nog niet.
wat in mij opkomt, hè. Ik krijg een vreemd gevoel, hè. Hemel, hemel, losse reclame in mijn krant. Reclame, verrassen nou? Ja, voor meubelen. Meubelen, verrassen nou? Papieren stijl meubelen. Is dat een pieren stijl? Wauw. Papieren, jongen. Ja, maar het is maar dat op de kop 17 jaar geleden is, hier, Betteke, dat ik dat in levendige lijven heb mogen aanschouwen. Nou, wel, jongen, ik moet dat niet voor onder doen, in levendige lijven. Nou, wel, Betty, het is zo goed als dat kan geloven. Verdomme, 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 hè! Die telefoon, hè? Verdomme, verdomme, verdomme! Als je het mij vraagt, hè, om erop terug te komen, hè. Ja, verrast dan over. It stinks. Ga je zorgen op derde. Karwaan, Maasje. Wat is het, buikpijn? Nee. We hebben nu weer niet gehoord of niet gezien of niet gelezen. Dat is... Ze zullen mijn lintje, de barbaren. Verdomme. Zou jij dat niet op je kunnen nemen? Goed, dat gaat nu goed, zeker? Maar als je nu zegt dat er vandaag pas is toegekomen... Uw zaak, per se, uw zaak. Allee, doe het voor mij. Op onze vriendschappelijke relatie. Geblokkeerd. Wie? De lift. Waar? Waar gaat hem altijd aan? Zijn lichtbrand, maar ik ga hem erover. En je bent zeker dat hem... Natuurlijk ben ik zeker. De onderhoudsdiensten op... Mij vandaag niet goed, vrienden. Wel, ik dacht het al, maar misschien ik vandaag nog toch aan, meneer Persen. Ja, jongen, het is... Goedaardig toch, meneer? Ah, ja, ja, jongen. Zo klein beetje zwizo, hè. Ik kan er maar beter gaan, hè. Allee, tot kijk dan, hè. Vrienden. Hij staat er, zeg. Je kan toch niet naar buiten. Wij dan ook niet, Jean. Hier is hem al. De lieve er rekening mee te houden dat er op maandag 10 november een verlofdag wordt ingelast. Dat is vandaag toch, hè, mannen? Ja, dienstchef. Meneer de dienstchef. Ja, de beste vergeet dat niet, hè. Je spreekt met uw dienstchef. Dienstchef of geen dienstchef per se. Ja, klerk, een dienstchef mag ook fouten maken. Overigens staat is er meer fouten gemocht maken. Dat meneer per se waren. Ons komen laten werken op een brugdag. Jij beseft dat niet. Nee, dat ik besef niet. Het is het voorrecht van een hogere plaats om niet te beseffen. Pas op, mannen, of wij krijgen al de schuld. Ja, urenlang hangt gij de telefoon met de 17 pisten van het eerste rotair. Dat gaan al lang voor mij moeten weten gaan. Toe, hè, meneer. Dan ga je het navraag moeten doen. Daar zijn secretaressen voor. Die nota, per se, die is in uw bureau. Dat zal lang van u aan Jeske van Tweede moeten weten gaan. Ja. Van uw Janineke, hè. Deze zaak van bewezen wanbeheren, per se, daar komt de staart aan en daar zal ik voor zorgen. Uw vakbond, Jean, inschakelen. Maar dan weg dat ik niet. Het is gelopen, hè? Ja, kom op! Kom op!
Zelfs ik ook niet zijn met mijn brute krachten, man. Het is geloof ik de schakelaar die niet functioneert. Intelligent, Verrassenhoop. Echt waar, intelligent. Dan trap dan maar, hè. Ik geloof, hè, dat de trap is afgebroken, Jean. Ja, dat weet ik, Verrassenhoop, maar daar zal toch wel iets zijn. En dat, Zal het maar oppassen, hè, Jean. Wat dat bedoelt, Jean? Jean, er is... Jean. Alleen maar zelfmoord plegen. Het is misschien maar uit mijn mond gezegd, maar we zitten hier gelijk als ratten in de kelder, zo gezegd. In de val, jongen. In de val. Maar je kunt gelijk hebben. Steken die doden nog allemaal uit? Zeg maar, kom. Dat is hier een geschikt café van een directeur, hè. Daar heb je ze aan en ook niet, hè. Vul me nou precies op dat er het zorgen. Ik weet het. Maar het is een enige café van waar we ze kunnen zien buiten komen. Ja, maar daar wacht ik niet op, hè. Het is bijna 12 uur. Pourtant, ze zouden het dan moeten weten. Ze zijn ook niet van de slimste koppen, hè, Bacon. Nee, ik weet het. Waar Jean de Pesse moest al lang zijn tourke gedaan hebben, op zijn preferé-verdieping. Op zijn preferé-maskers, zeker. Zeg, Bacon, weten wat ik kan doen? Ik kom mijn agent eens opbellen, op mijn internationale privélijn. Pas op, attention. Ze gaan uw stem herkennen. Nee, Bacon, ze gaan mijn stem niet herkennen. Het is niet de eerste keer dat ik hem dat lab heb. Probeer hier mee zijn kans te wagen, meneer Percé. Kom. Maar hoe kan dat dan zo ding pressen met zo'n slot aan zijn behoog? Verdomme, Percé, pak dat toch op! Hallo, dien chef Percé. Ja. Dat is hier bij meneer de Turk van Torot. Zou ik een keer met meneer de directeur kunnen spreken? Excuseer, meneer van Torot, maar de heer directeur is bij congé voor een paar dagen. Ja. Je moet verstaan, het is vandaag een brugdag. Oei, verschoning. Meneer van Turk, nu moet... De Turk. De Turk van Turk. Meneer de Turk, nu moet u eens goed naar mij luisteren. Mag ik alsjeblieft weten met wie ik deren heb van te spreken? De Pester. Rustig, meneer de Pester. Het is met een directeur of het is met niemand. Sorry. Wacht, verdomme, meneer de Turk. Het is vandaag een brugdag, hè. En dat betekent... Ja, ja, ook weet je wat dat betekent. Dat is een Chinezen. Dat betekent... Een normale dag dat niemand op een bureau zit. Ah, wel, ja... En dat opgesloten zit, dat de lift niet open gaat. Alarm. Jee, Bacon. Oh, daar kan nog lang over gesproken worden. Dat zeker, dat leeft toch wel. Kom, Bacon, we moeten walker weer weg zijn. Voor dat ze ons hier massaal komen overvallen, hè, die brugmakers. Hè. Allee, Bacon, steek dat weg. Ze verslikt het in. Madame. Oh, wat koppel woordvoerders dat wij hebben. Ja, wallah. Maar hij heeft hem het eerst gehad. En hij heeft hem langer gehad. En als we verstandig zijn, dan gaan we nu aan het werken lopen wat van onze achterstand in. Werken per se. Op een brugweg per se. Daar zit achterstand. Het eerste. En dat per se. Gezien. Ik ook, meneer de Pester. Ik ook. Jij ook. Achterstand. Daar ze. En hier ze. En weg met het gezag. Zo goed, meneer de Pester? Dat was zeer goed.
Wat heeft hem gezegd, Gilbert? Ongedierte. Oh, maar ik hoop dat dat niet op ons bedoeling heeft. Allee, op ons allemaal toch niet, mannen. Ongedierte of niet, we moeten spreken. Crisisberaad. Ik moet om 4:15 aan Marcus' school staan. En ik weet niet of dat op de hoogte zit, maar de verwarming staat ook niet op. Als ik logisch denk, hè. Logisch, hè, de Pesser. Dan zal geen kat eraan denken om ons hier te komen zoeken. Ja, maar om 4:15 dan zijn wij hier al lang buiten, hè, Caroline. Allee, optimistisch besproken. Stel er niet te veel van voor, jongen. Mijn pa zal pas panikeren als hij me in 3 dagen niet ziet opdagen. Dat is het punt, Ossel. Zij zal pas na 12:00 beginnen panikeren. Onze Esmeralda panikeert pas als ik thuis kom. 6:30. Let op mijn woorden, hè. Dan zal mijn Adelbert grote paniek zijn. 6:30. 6:30. Ja, ik heb niemand die kan panikeren. En Marcus Dennis zal weten wat er gebeurt, dat wordt een drama. Ik hoop dat ze de elektriciteit niet zullen afsluiten. Want dat zal hier vannacht niet prettig zijn in het duister. Allemaal uw schulden per se. Hij zat ons hier niet uit te lachen, hè. Aan het drama dat Marcus straks gaat overraden als hij zijn moeder niet vindt, dat denk jij niet aan, hè. Je platte pinny van het dienstje. Carola, meisje. En het trauma dat mijn Esmeralda straks zal oplopen als haar vanille niet thuis komt op tijd, dat denk jij ook niet aan, hè, per se. Moet ik nu ook slaan, Jean? Ik weet u mijn andere kaka. Ik weet iets beter. Nee, de redding is misschien naderbij. Nee, jongen, die is niet naderbij. Mama, kom, uw plastrons. Tegen de manen ook, Jean? Gij de nieuwe ook. Gij zeker. Ah, ga die man in het vat laten. Geen goed idee van niet? Schitterend idee. Schitterend. Rasterouwe? Een vlindertje, de passer? Nee, uw broekschriem. Allemaal de broekschriemen. De mijne ook, Sjaan? Ja, het snoer van uw schrijfmachine. Klinkt toch? Zeker. Wie? Jij, per se. Jij hebt ons in de penarie geholpen, je zult er ons uithalen ook. Ik kom. Dat betekent mijn dood, de Pesser. Beseft gij wel dat... Nee, Jean, dat moet je niet aan. Mag je dat niet aan, hoor? Nee. Ik ben daar niet voor gemaakt, ja, Pesser. Jij bent voor niets gemaakt. Maar u voelt niet meer mee, Jean. Ik ben niet vast. Pesser. Ik heb het toch niet zeer gedaan, meneer Percé. Nee, jongen. Maar ik heb het toch al tegen gezegd, Jean, dat dat veel te slap is, hè. Al ik hem het willen zeggen. Help! Die heeft er iets aan gedaan, de trut. Carola, meisje, Carola. De Marokkanen. Help! De Warte Showgirls, de mercenaire. Ja, de Santenaire. Ja, dat daar. De Showgirls, de mercenaire. Showgirls, de mercenaire. Niemand thuis zeker, mannen? Ja, de moordgreten. Maar die slapen tot 4:00 op de kom. Nee, daarop niet. Op tafel. Dat
zien om uw handen dan af te vegen. Nu? Nee, straks. Monsieur. Ah, voilà. Voor mij een bisque. En een terrin du chef. En een sol, voilà. Normande, meneer ou Véronique? Véronique. En voor meneer? Hetzelfde? Non. Excusez. Biftek frit. Normande, meneer ou Véronique? Véronique. Sol Véronique, gelijk ik. Tu t'en pas con. Een biftek frit, dat kun je niet krijgen. De ene keer dat je met mij moet gaan eten, zult eten wat ik eet, hè? De chic. En wat de wijn betreft, een Chablis 83. Oui, pour moi aussi. Chablis. 3. Het is maar een voorgevoel, hè? Maar ik zou niet alles in één keer opeten, de passer. Kom aan, hè, Verrastenhoven. Ik weet wat je wilt zeggen, hè, meneer Verrastenhoven. Maar met zo pessimistisch kan ik niet leven. Weet je wat jij zei, Verrastenhoven? Kaag, kaag, kaag. Een van die verschrikkelijke zwarte raven die deze dagen over onze kop vliegen. En ik, Jean? Jij, een van die verschrikkelijk vieze vleermuizen. Allee, wat moet ik nu doen, zie? Ik heb al geen honger meer, zie. Hier is Bitteke. Ene voor met te beginnen. En de helft van mijn appel. De vermenigvuldiging van de broden per se. Die formule kent je niet meer zeker? Hé, op mijn voedsel geen klerikale zegeningen. Hé, hey, hallo! Hey, dat is volk begot! Hé! Hey. Isabel, je krijgt alles. Goed hebben, Isabel! Ook onze survival! Jongen, kom hier! Ja, ja! Hé! Jongens! Hé! Alleen! Hé! Sloeber! Manneke, stil, stil, kom! Vrienden! Hola! Maar stop dan toch, verdomme groet! Hola! Hé! Hallo! We zijn dat toch een francofone, zeker, mannen? Hé, hey, kom! Hera! Guido! Hé, hey, stop la guerre! J'ai te dire quelque chose! Nous sommes fermés ici! Enfermé, jongen, jij nu, Koeterwaals. Enfermé. Allez chercher la police qui vient nous... délivrer! Goed, jongen. Hallo! Hallo! Wacht eens, wacht eens. Op die manier krijg je geen contact met die terroristen. Wacht. Die heb ik er toch wel een doodgeschoten, zeg. Oh. Maar van hier, dat is toch maar voor te spelen, slimmeke. Pas al in, courier. Rest niet. Faire amitié. Verder, verdomme. Hé, hey, on a besoin de vous. Wie besoin? Verdomme, jongen. Laten vliegen, zo. Kot in per se. Daar, zet. Ik om de vijf minuten uw telefoon uitproberen. En jij moogt van geluk spreken dat ik u niet bij mijn boterhammen heb gegooid. En jij, Fanny, jij gaat... Sorry, op... ik ga eerst een stukje... Ik niet eten, hij niet eten. Jij gaat dat slot van een directeur zijn telefoon eindelijk openbreken. Ah ja, is zo. En ga, jongen, de wacht op het venster tegen dat de showgirls wakker worden. Ja, maar Jean kan zo ver niet zien. Je weet toch dat mijn ogen niet op piezen. De verrekijker van een tientonner, je weet hem niet. Ga koffie zetten. Zonder filters? Uw plan trekken. Ik ga die liefjes bewerken. Op je nuchtere maag, de passer. Bullebak, gij, hoe is dat nu mogelijk? Jij mag nog asemhalen door uw neus. Maar ik mag het niet horen.
Waar is haar vader een fierheid gevaren? Je bent er mijn hoofd niet meer bij, hè, de laatste tijd. Mijn eenzaamheid, Bonaventure, kan er niet meer tegen. Wat is dat, eenzaamheid? Ik woon toch ook alleen sinds de dood van mijn mama? Ja. Ja, Bonaventure. Si, Bacon, si. Toi, vous prétendez que je ne suis plus capable de me mêler dans le trafic avec mon grand-mère. Bacon, je bent helemaal gechablistificeerd. Allez, vooruit, stap in, ik voer u terug naar uw winkel. Vous êtes plus chablistificé que moi. Bacon. Bacon, u gaat eerst, Bacon. Je hebt evenveel gedronken als ik. Ja, maar ik kan er beter tegen. Ja. Verschoning. Stommerik. Is meneer zijn vermeter rebelmeug misschien? Om mijn permis? Maar zeg, meneer, de agent zou zich wel eens kunnen vergissen, hè, wat dat mijn persoon betreft. Hè? Een agent te zijn toch niet, een minnetje? Lust dat is hier, agent. Binnenlandse zaken. Wel, directeur. En kunnen die van Binnenlandse zaken dan misschien beter tijden? Nee, dat zeg ik niet, maar... die mens daar, die heeft de brug gemaakt. Le pont. Alleen een dag congé. En je weet wat dat wil zeggen, hè? Dat is nog niet al een dag van de dieren. Hè? Wat doet een goede directeur dan? Zo'n jongen naar huis brengen, hè? Veilig, hè? Plicht, hè? Nee. Geen aan noos op tot thee. Oh, maar dat kan van overal komen, hè? Zou het misschien ook wel eens een keer verkeerd vuur kunnen hebben, hè? Zou maar een café drinken, was ik van, hè? Café. Voilà. We gaan nog niet naar huis. Ja, Betty, ja! Ja, God. Kwart voor vijf. Ik heet het, Betty. Normaal zijn we niet aan 10 pakken om door te gaan. Dat is het allemaal niet, maar mijn Carlo zal zitten wachten op de film. Carlo? Mijn nieuwe aanbieder. Oh, God. Domme, hè? Bloedje? Een liter bloed mag mij dat kosten. Als ik daarmee. Weet je nu waar dat zit? Betty, als je niet weggaat, dan verkracht ik u. Als aan mij de lift zou opengaan. Ik heb gehoord wat Jean gezegd heeft, alleen door uw neus ademen. Onhoorbaar. Weg, jongen. Maar, allee, zie nou dat... Jaarde! Jij trok het eertje? Nee, ik denk dat de zaak niet compleet naar de bliksem is. Dat ze ons hier nog met een helikopter zullen moeten ontzetten. Joepie, komen we in de gazet? Ja, en thuis zullen ze denken dat we op de boemer zijn, hè? Dat is het ergste. Of dat we collectief zelfmoord hebben gepleegd, gelijk de walvissen op de ijsbergen. Stoppen, Gilbert.
Grondig, jongen. Grondig naar een bliksem, ja. Maar kom, hè. Die moet dat geweten hebben. Een tien kan toch ook, hè, Jean? Oh, ja, die twee, hè. Als ik die overmorgen tegenkom. Hè. Als we overmorgen nog in leven zijn. Grapje. En, is de lift hersteld? Hij is nu voorgoed kapot, ja. Verdomme, de beste knoeier. Hoe is dat nu mogelijk? Van bommen weet ik alles af. Oh, telefoons. Dat is mijn sterkste kant niet, Jean. Nieuwe verrekijker, jongen. Ja, die liep bij een boterham, Jean. Op verzoek van de dienstchef daar. Vanaf nu oefen ik het gezag uit. Het gezag Verrastenhoven? Als kantoorchef de Bessel. Verrastenhoven? Meneer Verrastenhoven. Juffrouw Verrastenhoven, uw gezag, dat is een scheet in een netzak. Hier voert vanaf nu een man het gezag. Ik. Jij hebt een grote smoel voor een opstellerke van niks. Alleen maar een grote smoel. Smoel, hè? Smoel, hè? Kom eens. Ja. Je bent een impotente minnaar. Voor gijzeling kunt u 20 jaar krijgen. Wie is hier gegijzeld? De showgirl! Ja, als ik het goed gezien heb. Van Silbert. Wauw, zeg ik de Bessers. Wauw. Wat doen ze, mannen? Ja, wat doen ze? Oh, dat is onbeschrijfelijk, Docs. Ja, hoppa! Dat is blikvanger, zit er rest over. Als ik dat vergelijk met ons José. Daarvoor heb ik 2 uur de wacht opgetrokken. Hé! Attention, les filles! Je suis ici! Je suis ici! Nous sommes armés dans ce bloc! Allez, viens! Madame Le Pen! Mais oui! Madame Le Pen! Allez, tous les amis! Enlève, enlève, verstand! Zo te zien hebben ze alles behalve oren aan hun hoofd. Hé, la! Ja, zo zullen ze ons wel horen. Mijn benen, hè? Dat duurt 5 minuten. Hey! En uw radio staat keihard, hè? Doe pizza radio! Laat mij eens. Meisjes! Meisjes! Hier ze! Onbeschrijfelijk, joh. Dat is veel te ver, man. Voor mij ook, zijn ook veel te ver. Stop, stop, stop. Hé, stop! Dat komt er van zich voor aan. Oh, nee! Stomme komt er. Je kon het
zo op hun gezicht zien. Sorry, Betty, ik heb hun gezicht niet gezien. Ja, maar wat hebben ze dan gedaan, mannen? Maar Gally hebt het verbrot, hè. Je hebt er nog een en verrast de ogen. Antwoord van niet. Hoe is het nu gesteld te passen? Het grootwarenhuis is van beton. Zonder drillborg raak ik daar niet door. Ja, kom, stil. Wat zeggen ze, Gilbert? Oké. Oké, je kunt ze kussen. Niet eigen bemoedigen. Nee. Beleefd dat de mensen zijn beleefd. Zeg, mama, op een van mijn pancart. Voor morgen vroeg, voor als het licht is. Voilà. Is het uitgebroken, Jean? Hysterisch, hè, jongen? Hysterisch, hè? Ah, Jean, dan is men zichzelf niet, hè? Is het van die knokkels? Van die om de klauw nu uit? Ik voel het ook. Opkomen, dit is het moment niet. Het is sterker dan mezelf. Het raam, ik spring uit het raam. Ik spring ze naartoe, jongen. Jongen, laat me naar de hemel vliegen, jongen. Jongen, als het gebeurt is, ga dan van gedacht veranderen. Laat hem springen, jongen. Het zal voor Esmeralda de schoonste dag van haar leven zijn. Dat mag ik dan niet doen, hè? Doze, doze. Dat kind. Helemaal alleen, verlaten. En het weet niet van oversteken. Dat manneke dat weet nog niet wat dat groen is, natuurlijk. Op de dolen. Ja, zijn moeder niet thuis, natuurlijk. De werkende vrouw. Staat voor een gesloten deur. Die moet overwerken. Of op café is blijven plakken. Met de mannelijke collega's. Maar zijn vader is dan toch ook niet thuis geweest. Ja, dat moet ook niet, hè, Bacon. Dat is niks voor mannen, hè. Daar zie. Je zou ook eens willen zien wat die met dat manneke gaat aanvangen. Wel, jongen, wat is er? Hey, oh jee, wat is die broertje, jee? Ja, onze de beste. Ja, José, ik denk dat ik beter morgen eens terugkom voor die Volvo. Ja, dat zal het beste zijn, zeker. Ik presteer eigenlijk niet.
of overmorgen misschien. Het presseert daar. Na een ontmoeting met burgemeesters van gemeenten. Tot overmorgen dan nog. Van een wegplaats voor laag radioactief afval. Onlangs werden de namen van twee Vlaamse en drie Waalse gemeenten bekend. Ja, tot overmorgen. Onder een kunstmatige heuvel kan worden opgeslagen. Die gemeenten hebben allemaal al weer. Van is weer te laat, mama. Sinds wanneer noemde jij de papa van die? Dat zei jij toch ook? Nog geen beslissing is genomen. Naast onder de bergen worden er drie andere methodes gegeven. Voor mij kan hij niet laat genoeg thuiskomen. Krijgt hij dan weer geen eten? Als hij zelf opwarmt, dan zal hij zeker weer geen honger hebben. De kostprijs zal hebben uitgewerkt. Verdomme, een Bonaventuro. Je zal maar naar de vaantjes hoe eten. Cornuto Bonaventuro. Kan je mij niet meer bemenen, hè? Dat geeft steken in mijn oren. Allora, ik heb kapot geschoten. Bon amigo. Staat I hier voor onze neus, Truus? Trouwens, we hebben nog 20 minuten voor zijn volgende autobus komt. Dus, Meneer is de stoelbek, hoor. En dan doen we de boeken dicht. Zeg, dan moet je eens goed opletten. Ja, ik let op. Zeg. Ik speel met een blue one. In de corner pocket. En met een witte van de cueball, die speel ik lang, kort, lang terug naar hier. Voor die roeien in de corner pocket, daar. Gezien? Ja, ik heb alles gezien. Meneer directeur. Ah, dat is jammer. Dik heb ik al een beetje te dik. Maar is er toch in, hè? Proficiat. Hey, Bacon. Met een goede gang van zaken. Ik heb u vandaag niet gezien. Hè. Niet gezien? Maar is geen kanten, hè? Van die Sol Veronique, hey, dus niks. Stik dat auto ook op, hè? Die Neleste stoet op nee, de snoeker. Nee, vergeet het, vergeet het, vergeet het. Ik ben er niet al een dag. We gaan vissen. Verdomme, doe dat venster dicht. Voor mij part vriezen ze eraf, de pisser. We zijn hem slecht bekomen. Ja. Wel, homogamie, denk ik. Wat dat betekent, dat heeft mijn Adelbert mij allemaal uitgelegd. Hè. Papa, zegt hem, papa. Dat is het gelijktijdig rijp zijn van de stamper en de meeldraden in een bloem. Zal dat zijn waar je mee zit, hè, jongen? Ja, doe het maar. Maar ik hoop dat ik betrekking heb op de stamper en jij dan op de meeldraden, hè? Ik hou u op de hoogte, jongen. Toch maar oppassen, de pisser, met die Volvo. Occasieauto's en vrienden. Omer en Vanee, dat is een echte vriend. Een echte vriend, hè? Toch maar oppassen. Wat weet jij van die Volvo? Als er nu iemand is die mij niet zal bedriegen, dan is dat Omer. Zo zei hij niet, wij kennen die al heel lang. Toffe gast. Allee. José, ik kan hem nu wel niet zo goed uitstaan. Hè? Hij zal er redenen hebben misschien. Wat wil je daarmee zeggen? Ik kan haar misschien niet gerust laten. Jij kent Omer niet. Houd uw commentaar dus wat voor u. Niet gerust laten. Is getrouwd zijn Omer? Dat is een ding, hè, Fanny. Knap vrouwtjes, hè, dat van Omer.
Dus uw avondkost, die kookt je zelf. Zo alleen. Ja, alleen. Wie zou hem anders koken? Dat weet ik niet, verrast een oven. Waarom vist je dan haar? Maar ik dacht, een huishoudster of zo, hè? Je vertelt ook nooit iets over uzelf. Mezelf? Dat is mijn zaak. Dat neem ik aan. Waarom steek je uw neus dan in? Omdat jij geheimen hebt. Ik ben gekletswijf zoals jij, per se. Die ganse dagen loopt te kwijlen over de licht in zijn rood appartement. Dat eenzaam appartement met twee huispinnen en één kanarie die 27 kakas doet per dag. Druiloor dat je bent. Twee eenzame mensen in een bitteke. In goede positie. In een dikke weddenschaal. Maar studeren, hè. Studeren. Allee, kennis opdoen, hè. Papa zegt hem dan, papa, ga jij maar naar de voetbal. Dat ik hier op mijn eentjes moet zitten studeren, maakt me niks uit. Voorbeeldige zoon, jongen. Ja, ja, maar ik wil je maar zeggen, hè, bitteke. Last zal ze van hem niet hebben, mijn tweede toekomstige wederhelft. Dat geluk zal ons niet de beurt vallen, hè, Jean. Een tweede toekomstige wederhelft. U bent content met ons, zoals hij van u. Het honger dat ik heb, hè. Het honger. D'accord. Au revoir. Mm. Oh, dat is koffie van mijn... Goeie bacon, goeie. Ah, het is een beste die we in de winkel hebben. Oh, dat proefde, bacon, dat proefde. Oui. Excusez-moi, monsieur le directeur. Vous faites, madame, faites. Tu sais quelque chose de Jean de Pesse? De Pesse. Vous travaillez de Jean de Pesse? Non, pas pour... Non, Alice, non. C'est ça, José qui vient me téléphoner, il n'est pas encore rentré. Pas rentré. L'ornithorus bacon. Oui, oui, oui. Et le job non plus n'est pas rentré. Ah. Et son fils, il est tout en panique, il paraît. Oh. Vous n'avez rien fait, hein, le job. Nix. Et alors José a téléphoné à la femme de Vanny et elle a rien non plus. Ben non, non. T'en weten we niks van. Elle spreekt Frans, formuleert een directeur. En dan zo heeft madame Germain ook getéléphoné voor meneer. Ja, maar die is gewoon vies. Oh, bon. Considérez, le secrétaire général a mis un terme à l'incident. Ne soyez pas insolent, du moins soyez poli. Merci, continuez à coopérer avec... Zou dat nou serieus iets hier kunnen gaan zijn? Nee, nee, niet roepen, jongen. Hij is bekwaam om Waarom, Jean? Scheidbroek. Tweede. Wat ik denk, hè. De lift functioneert op alle verdiepingen, behalve hier op de vierde. Is dat waar, man? Ah ja, jongen, dat is ons probleem. Mannen, ik stel voor, hè, wij hebben hier niet vastgezeten. Niet, hè. Nou ja, Jean, maar dan zou ik toch weetachtig willen zijn van wat we dan wel gedaan hebben, hè. De kamer. Raadwaardig, mannetjes. Hoor ik aan van de boos. Wat moet dat herstellen, meneer de Pesser? Dat zal ik u uitleggen als we weer onder de mensen zijn. Verrast hem. Ja, sorry, heb ik je, dat is van niet, hè. Zeg eens van niet. Sorry, verrast hem, maar dat is per se. Komt er nog iets vandaar? Allee, per se. Ja, ja, het is een kanker, lama. Ja, dat komt omdat de lift overladen is, mannen. Dat is duidelijk. Drukken per se, op de knop nu. Ja, hé. Ja, excuseer. Zijn te geloven, hè. Ja, kom maar niet per se, ik zal helpen. Ah, dokter! Ja. Ik zal moeten optreden, hè, mannetjes. Meneer Dok zei gelijk, de ascenseur is overbevolkt. Zekere personen zullen moeten verwijderd worden. Meneer de dienstchef. Alsjeblieft. Ja, dat is waar. Ik kan wachten. Oh. Ah, ja. Amai. Ik
Dat is dus niet genoeg, hè. De volgende. Ja, het is niet aan mij, hè. Ah, ik ook niet, hè. Aan mij ook niet. Aan mij ook niet, hè. 5 personen zeggen het reglement. Je kunt toch allemaal lezen, hè. Allee, vooruit, Verrastenhoven. Je hebt ook niemand die op u zit te wachten. Hm? Ja, zeg, kom vooruit, hè. Op mij wacht er ook niemand. Nee, wacht, Betje, kom, ik wil gaan. Je kent mijn opofferingsgezindheid, hè. Dat stikt toch niet op 2 minuten, hè, jongen? Ja, maar voor mij ook niet, Betje. Ready, Teddy, go! Een smeerlap, hè! Ik ook, Jean. Jij ook. Niet te geloven, hè? Behekst. Hij is behekst. Ja, maar naakt kan ik het geloven, hè, mannetjes? Hier, Verrastenhoven kantoor, chef. Kom, Verrastenhoven, kom. Hallo, wie is daar? Wie? Zijt jij dat ge... Hallo, meneer. Stop met die onzin. We hebben u nodig, dringend, wie ook zijt. Dat is een heiger. Gemene viezer. Sorry, meneer, 1000 maal sorry voor het gesproken woord. U bevindt zich op de 4e verdieping van het ministerie. Ons adres is... Ons adres, man? Peter Celie. Rue de Peter Celie. Vente de... 21. Nee, 2 minuten. Je hebt gelijk gehad. Er is iets schief gegaan. Ze zitten er nog altijd. Allemaal? Zeg toch, Bacon. Zie je nou wel? Ga je altijd met je stomme ideeën? Maar ga je het ervoor opdraaien deze keer, hè? Ik heb er niks mee te maken, hè? Er komt miserie van komen, hè? Ik zal verplicht zijn om een verslag te schrijven, maar gij zult met de gebakken peren zitten, hè? Dat kan ik u garanderen, hè? Allee, vooruit. Op mijn broer en naar huis. En ik ook. Ja, het is mijn plicht van de Vries het nauwkeurig verslag op te stellen van de vernielingen aangericht en vastgesteld. En dat zou nolle zaken zijn, mannetjes. Daar wil ik niks mee te maken hebben, hè? Voilà, namen en voornamen. Geen namen. Geen namen? Geen namen. De voornamen van Staan ook, hè? Ook geen voornaam. Bon, de vingerafdrukken dan maar, hè? Ook geen vingerafdrukken. Ga coöpereert niet met een brandwachter, nachtwachter in functie, dus kwaadwillig. Solidariteit. 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 Niet te geloven, hè? Jij ziet nu ook geen uitweg meer, zeker, Jean? Alleen een mirakel, Caroline, en daar geloof ik niet in. Ik begin er genoeg van te krijgen, hè? Je moet het optimaal zien, hè, Bitteke. Zo'n ramp lijkt vandaag heeft als gevolg dat wij al wat toegenaderd zijn vandaag. Ja, jongen. Dat ik daar nog niet aan gedacht had. Hier zijn mannen. Muziek. Nadat de ontsnappingspoging mislukt is, alleen de nachtwachter wordt nog gegijzeld. Wordt na? Het weer. Hey. Het wordt een koude nacht met minder graden in Ardennen, -3 graden in het centrum van het land en 0 graden aan de kust. Morgen, gevoelige stijging van de temperatuur. Af en toe een brede opklaring. Geniet van de vrije dag. Het wordt fiets- en wandelweer. Zullen we dat maar doen, mannen? Morgen, fietstochtje, hè? Met z'n allen. Wat zal wie doen met de drank en zelen? Wat zal wie doen met de drank en zelen? Mag ik u trakteren op een cognacje, Gilbert? U bedoelt de frigo van meneer de directeur? Zekerlijk. Openbreken, nietwaar? Openbreken zal niet nodig zijn, hè? Dat zijn andere middelen, hè, Jean? Wat ga je doen? Niet terug. Ze zijn aan het feesten.
Wat kom ik hier eigenlijk doen? Jongen, stop ermee! Het is niet het moment om zotten te kunnen uithangen, hè? Maken we die onbekende soldaatje? En kan die radio wat stiller? Liefste mannen, onze directeur, ze. Dat goed geprobeerd, jong. Aardig, hè, mannetjes. Aardig, hè. Directeur. Heel aardig, hè. Hij stond er dan niet of dat je in de broek hebt gedaan, hè? Of weer in de broek gedaan? Nee, nee, meneer de directeur. Niemand. En mannen. Een beetje uitleg per se. Je begrijpt het weer eens niet. Nee, per se, dat begrijp ik niet. Dat je en blok een brugdag mist, daar kan ik nog in komen. Maar dat je het nodig vindt om net tot een stuk in de nacht te veren met vandalen streken, dat gaat mijn verstand te boven. Ik zal u licht iets doen opgaan, ze. Kom. Doe dat per se. Doe dat. Nou, stap maar in. Al, ga niet mee. Oh ja, ik ga mee eens, hè. Als je liever nog wat ligt. Nee, 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 poes. Voor stil ik eens aan tijd om naar huis te gaan, nietwaar? Zeggen dat. Je mag het me zeggen, hè? Wil dat dan soms zeggen dat. Dat ik ook? En u zou het niet alleen, hè? Verrest me, doet die stomme lach van uw gezicht! En ga ook de pester! En allemaal die idiote glimlach van uw gezicht, hè? Madame Germain, je weet dat jij. Maar wat kom jij hier eigenlijk toe? Werken, hè, per se, werken, hè? Op een brugdag. Midden in de nacht. Ja, per se, dat is het voorrecht van elke directeur, nietwaar? Werken, elk uur van de dag en van de nacht. Zaterdag, zondags, maandags. Ja, ja, maar meneer directeur kan gelijk hebben. Ik heb dat nogal horen zeggen. En u, Germain, die weet dus dat jij hier nu op kantoor staat? Nee, per se. Die weet dat niet. Want die was niet thuis toen dat ik. Maar die zal dat gewoon weten, hè? Ik ga ze direct opbellen, hè? Sleuteltje, nee, mannetjes. Sleuteltje, nee. Je kon me toch niet zeggen? Uit de gebruik, zoals alles hier. Ik heb aan de kring van de slot. Begrepen, per se begrepen. Ja, directeur, we kregen tegen de middag een telefonische oproep. Ja, van de Turk van Torren. Van de Turk van. Ja, vermoed ik, hè, man, hè? Vermoed ik, hè? Dat is smerig gedaan, hè? Directeur. Ja, zie toch, per se. Gaat mij onder lijn, hè? Gaat me toch kunnen verwittigen? Gaat toch kunnen roepen? Telefoons kapot, lift kapot. We zitten opgesloten. Net, ik heb ze over de schreef gegaan. Ik heb mijn rotstreken in de hand gehad. Caroline! Ik ga me deze keer niet overroepen, hè, Tipo. Me niet overroepen, hè. Ik ben een sadistische spelletjes. Ik kan meer. Allee, roep dat op. Nee, laat dat liggen. Allee, ga water halen. Oh, ja. Hem kunnen we niet op zijn gezicht slaan, hè. Dat zijn andere middelen, hè, Jean. Zijn tijd nemen.
De Marokkanen, mannen. Hé, hey. Attention, s'il vous plaît. Les Marokkanen. S'il vous plaît, attention. Marokkanen, s'il vous plaît. Ja, schiet op. Ben je met het akkoord zeker? Schiet op. Het is dus mijn leven. Yves Dahou, Shababikum. Waar is die Maouila Kalam die al na? Die racisten, hè? Dat hebben die weer gedacht. Nu, pas de racist. Nu som de kamerad, sous développé. Kamerad, dat is couscousie, jongen. Ja, Gilbert. Couscousie! Couscousie! Gastarbeiders! Peace of you. Peace of you! Oh, van nu, ja. Ze verschrijven de politie op ons dak. Ja, daar zitten we nu al anderhalve van dag op te wachten, hè, directeur. Noord-Afrikaan, de hoor! Couscous, frappers! On n'a pas besoin de ton odeur ici! Barbaar voor een kou! Mannen, ik meen dat niet, hè? Toch een beetje, hè, Jean? Dat kun je er geen zekere van, hè? Ik ben beschaamd in uw plaats. Oh. Oh. Ja, ja, rustig, rustig, kanon. Rustig, kanon. Voorzichtig, oh. Betty. Ja, ja, kom. Tjui toch. Erg, hè? Ja, heel erg. Ja. Voor u. Voor vader. Als ik het goed begrepen heb, dan komt hier een uurtje werken. Zo, man. Mannetjes, luister, Nijs. Van dat komen werken, dat is natuurlijk niet waar. Maar, een avond om een uur of negen, zitten we met een televisie, telefoon, balkon. Rust maar eens. En een paniektelefoon gekregen van José van Zouden Pisser, waar de deur een man wel wil blijven. Paniek, hè? Zie dat ze? Voilà, ze. In paniek, ons José in paniek, ze. Ik zeg tegen haar, kom maar, de Pisser, we kennen hem toch zeker. Ik troost dat masker een beetje, ik halk af, dan terug van we hem binnen hiel zitten. 4 minuten later, telefoon, balkon. Paniektelefoon van een Albert aan de jongen. Maar dat is zeker, dat paniek. Dat manneke is een papa gewoon dat altijd vlijtig op tijd thuis is. Dan is de huiselijke tafereeltjes van een avond stonden. Voilà. Gij, terug voor uw televisie. Ja, de pisser. Maar nou een half uur begint met een Frank te vallen. Dat is dan vlug deze keer. Ja, verrast en over. Nee, geet geluk gehad, hè. Ik spring hier met een auto. Ik denk, oh god, ik laat me goed artis zingen. Ja, bij manier van spreken, hè, mannen. En hier ben ik dan toch maar, hè. Zie toch. En om ons iets eetbaars mee te brengen, daar had je niet aan gedacht, zeker, hè? Ja, per se. Wat hadden we nou verwacht? Dat je hier zou staan met voor iedereen een portie Sol Veronique. Maar ik kan u wel een cognacje opleggen, of een everke. Hoort met een frigo, hè? Sleutels en eeuwenkes. Nee, dat zou ik niet doen als ik u was, Paul. En waarom niet, jongen? Ik ben toch al een hele dag bezig met mijn goed hart te laten zingen. Pas op, hè. Voor het kracht van mijn functie moet ik mij met kracht verzetten tegen het gebruik van alcoholische dranken op de ministeries en begrijpen het toerpersoneel. Allee, zeg. Ik ook. Ook het kracht van mijn functie van klerk. Ik verzet mij ook. Maar kom, geef mij maar dat sleutelje. Zal ik dat wel regelen? Een mirakel, zeg. Nee, Betteke, nee. Geen mirakel. Ik ken mijn frigo en die is niet onderhevig om mirakels. Oh, als we dat toch geweten hadden, de directeur heeft zijn frigo opengelaten. Nee, van u nee. Eerste. Dat is het mirakel. De directeur heeft 2 sleutels. 3 van u, 3. En dan deze is er niet waar. Van wie? Van wie? Van meneer de Turk van Torret. Per se. Oh, champagne ook al. Ja, van u, maar die is voor Germaine haar moedertjesdag, hè? Is ze? Die van madame Germaine valt in november. Nee, Bettieke, nee. Madame Germaine heeft geen vaste datum. En er waren hier meer dan 1 moedertjesdag per jaar. Per se, ga je te wachten in de lift, hè? Voor in geval dat er nog zoiets een idioot gelijk ik op bezoek komt, hè? Ik is ze. Ja, per se, gij. Omdat alles wat hier gebeurt aan schuld is. Omdat je die nota niet gelezen hebt. Voilà, ze. Een taxiekje naar mijn zus. Morgen vroeg een taxiekje naar z'n avond. Vliegtuigje naar Ibiza.
Een taxi kunnen we een appartement met zicht op zieke. En Timpotje zal niet weten waar dat zit, hè. Maar wat is er gezegd? Zijn nieuwe lief? Zijn balkjes, meneer. Het zal me niet verwonderen dat de meneer van Astenhoven ook aan het keuken heeft gekregen. Smerlop. Cornuto. Er is bijna geen kat. Er zijn natuurlijk nog gevegers. Maar daar zijn de gordijnen dicht. Zou het dan onze moment niet zijn, Josieke? Dat is de vermiste persoon, meneer Dox? Ja, de naam is Guillaume Dox. Hoe lang vermist? Een week? Een maand? Toch al 7 uur. 7 uur. Als meneer dan morgen nog eens wil terugkomen. Nee, juffrouw de Pes. Ik weet niet dat ze allemaal niet thuisgekomen zijn. Ik heb er niets mee te maken. Moesten ze er allemaal dood liggen, hè? Ik niets mee te maken. Ik leg die nota, zegt Bacon, op de bureau van Percé. Is de kans groot dat Percé die nota niet leest. En dat de collega's die hem brugden. Bacon, hè. Dino. Allee, vooruit in de avontuur. Heeft u een roze in de achterkant. Wat zal het zijn? Whisky of armagnac? Ika. Ik drink. Al mijn verdriet te verdrinken. Ik ook. Maar... De pauze, Filemon. Die is nu ook al tegen mij. Kijk, ik had van leven. Dat staat in zwart geschreven. Mannekes, mannekes. We gaan de koning en de koningin wakker maken, hè. Boom, dera, boom, dera, boom, boom, boom. Allee, voorop, de tiposé, trek de vent aan als je leeft. Waarom dan niet, ik? En de doen nu beven, wat ik op de bureau verdien. Van mijn droppen! Stop, pak, dan verdien ik er ook niet meer. Boom, dera, grara, boom, dera, grara, boom, dera, doem, patsoep. Dat gaat die slecht aflopen. Stak ermee! Met de zatlappen! We slapen in zich. Mama zoekt u overal in de cafés. In de cafés? Maar enfin. In Omer zijn een auto. In zelf... Omer, maar enfin. En dan zelf zat thuiskomen. Enfin, maar enfin. Met Omer. Mannekes, de lift is boven en Percé staat beneden te wachten. Hè. Salut, hè. Percé, je mocht hem laten zakken. Percé, zet hem in gang.
Percé! Godverdomme, ze nee wel! Ik heb nou zo gezegd dat je in de rug moet... Wacht, niet zo luid! Als een verschiet valt er maar in. Ja, maar dan moet je toch... Komt er van hij van al dat drinken? Zotte, zotte, zotte! Als ze niet per se hier ligt, dan gaat tenminste op de veilige toer zien. Die is dood, zijn mama. Doodsreutel. Enfin, denk ik. Jongen, ga je auto wachten in de lift? Ja, jongen, jij bent nog de nuchterste van ons allemaal. Als die een drank, hè, mannen, dat schiet toch. Allee, vooruit, die een drank, allemaal terug in de frigo, hè. Directeur. Ja, Fanny, ja. Onze engelbewaarders die slaan op de vlucht voor onze alcoholwalmen. En zeg, Fanny, wat dat er dan kan gebeuren, hè? Die woudezel van uw vader, die een ongeluk. Oeh. Ja. Wel, hè. Bloed. Oh. Verrast dan over. Alice. Risicogroep. Risico? Ga risico, de pester. Met al uw maîtresse. Uw Agnetskes, uw Janinekes en uw Jolande. Maîtresse maar af, hè? Ja, de pester, zeker. Ik heb u al meer dan eens willen verwittigen. De goede avond uit van Alia, maar syfilis is voorbij. Dat is perookklappen. Al is gekend dan toch? Ze hebben namen genoemd. Agnes, Janine, Jolande. Maar dat is bureauclub. Jolande, ik ken geen Jolande. Geen, hè? Stel ouders dat ik... Ouders? Jij hebt brave ouders. Jij deftige ouders. Jij hebt oppassende ouders. Ja. Jij met Rieten gelijk, hè? Mama, Rafa, met Rieten Mama? Mama, met wie? Met Omer. Met Omer? Maar Rafa, omdat Omer een goede vriend is. Een vriend des huizes. Wat heb jij gezien van mama met Omer? Genoeg. De midlife-crisis, waar alles... Ja, dat bestaat, de midlife-crisis. Dat staat overal te lezen. Dat gaat over. Lulkoek, ja! Ik geloof dat niet, hè. Maar als dat waar is, dan is het gedaan, hè, met Omer. En met die vakanties op dezelfde camping en met zijn Volvo gedaan. Hè. Van Omer zou ik dan niet nog kunnen geloven, zie. Maar van ons José, dat zit niet in haar. Zo'n midlife crisis. Mijn beste vriend, zeg. Ja, Jean. Daar heb ik ook al een ver gehad. Al 18 jaar in het verleden. Ik spreek als kennis van zaken. En ook met een beste vriend. Ja, nee. Jongen, laat hem terugkomen, hè! Jongen, tientje moet op wachten, maar dan laat hem terugkomen! Zeg, maar wacht tot we er allemaal in zitten, hè, jongen! Komt, mannen. Ik denk waarschijnlijk, ja. Die José. Mee om haar misschien. De Bacconse, mannen. Wie staat er dan nog beneden? Oh, nu, man. In Bacon. Ik word zot. 10 seconden gewacht is wel. Ga je? Ik ga! Plots!
hangt iets boven mijn hoofd, hè. 4 uur, zeg. Daar heeft niemand niets mee te maken. Dat is tussen Carolaan en Ma. Ise. Nu schreeuwen, een geweldige slag, heb ik gehoord. Ise. Heb je gesprongen, zeg? Ise. Is toch niet? Nu schreeuwen, een geweldige slag. Help me. Ise, jongen. Antwoord. Ik gebroken als er ingesprongen is. Alleen maar bewusteloos, dat kan ook. Een hersenschudding iets gebroken. U zou ik per se. Stuntwerk, dat is Vanny. Als meneer Vanny dat op zijn verantwoordelijkheid neemt, verklaring af te leggen voor mijn persoon, hè? Afgelegd. Kom terug, Van Lieke. Zal ik dat wel doen, kom. Ja, een verongelukje zeker. Zie wat dat gedoe van die. Verantwoordelijkheid, hè?
Annekes, denk er aan, hè. Een kroon voor Van Eder kunnen niet onderuit, hè. De jongen gaat rond met zijn jarkies, hè. Sorry, jongen. Ja, maar Bertje, dat kun je niet eens meer op zo doen bouwen, mijn vriend. Oh, ik kan het niet, jongen, met u. Spijt me. Maar Bertje, niet op de nacht de woorden gezegd en het een ding gedaan. De omstandigheden, hè, jongen. Sorry. Jongen, nog eens proficiat met ouwe Adelbert. Omdat we ons redding aan hem te danken hebben. Omdat hem zo slim is geweest aan ons op te bellen. Dat is een privélijn. Merci, direct. Het zal toch waar zijn, van zo'n OVQ, hè, Po? Dat zien we niet per se. Nou, dat is de deur ook goed, hè. Ja, ja. Ah, waarom? Dat is goed. Dat is goed. Zeg, Marcus, we gaan nog een minuut stil voor Van Eden. Niet te geloven, hè? Allee, verrood is het. En allemaal van deze een dingst, hè? Nou, in de kerk zal die wel niet komen, hè, Paul? Nee? Nou, allee, dan allemaal het kerkhof, hè? Gecremeerd, die wordt gecremeerd, opgebrand. Ah, bon. Ja, het zijn allemaal nog een oven, hè? Bertje. Van een Venturo. Oh, wat is er gebeurd met de bezier? Doe jij maar dan al meer zijn armen. Adelbert, Adelbert. Papa met uw infantiel geknuffel altijd. We dragen u een beetje. Maar jongen, toch. Zouden we die mensen niet inlichten, Paul? En dan ineens de kletter, de kletter. Van die nog roept, de pesser, is niet waar, Jean? Ja, dat zijn zijn laatste woorden, jongen. Mijn naam, dat zijn zijn laatste woorden. En dan een ploffer. Van toen af geen enkele betekenis van leven meer. Ja, ik roep nog. Gilberke, Gilberke! Ja, jongen, wat is het? Wat heb ik u gezegd? Ja, maar dit is niet hier! Niet! Dat was het dus. Zo? Wat dat je wegkomt, je denkt toch niet dat ik nu mee naar huis zal gaan, zeker? Docks aan standby, start de lift. Bonaventuro. Mag ik op bureau eens kijken? Nee, jij mag mijn bureau niet kijken. Oh, direttore, ja. Madame Germaine is u laten zitten. Laten wat? Laten zitten. Met Iberia naar Ibiza gevogeld. Stamattina. Very early. Jammer. Stand bij, start de lift. Zie toch. Germaine, Strabbe. Ik denk dat de directeur de laatste tijd wat te veel gesnoekerd heeft. Ik zal u eens vertellen, hè, Bacon. Meneer de directeur, hè, die was even zijn bubbelbadje nemen. Zijn valiesje pakken, zijn zonnebril niet vergeten. En tegen vanavond zit hij ook op een biza. Dat trouwens het beste zijn dat ik mijn eigen hier een week niet laat zien, denk ik. Komen van liefde. Laat uw mond moeten houden. Ja, mag het weten, wat is niet waar? Wat is niet waar? Ah, nee. Bettyke,
Adelbertje? Ja, ik val op oudere vrouwen. Niet meer nog eens naar boven, Jean? Nee, niet meer nog eens naar boven, Gilbert. Mosselen friet, Gilbert? Oh, ik zou niet meer kunnen, Jean. Echt. Niet meer stevig. Wil jij beneden aan de lift geen standbij staan, al dan we zijn al weg. Standbij, jongen? Ja, zonder standbij krijg je die twee daarboven niet verdepaneerd. Ik weet van geen twee daarboven, jongen. Meneer de directeur, uw bubbelbadje zou verborgen kunnen zijn. En uw vliegmachientje noemen? Ja, dat kon, dat lang niet. Zo gaat een directeur toch niet. Zal toch wel iemand zijn die. Je bakon!